ben je? Ik ben Rosalie en ik ben 11 jaar. Was dat mooi. Dankjewel. Ik hoorde wel ook nog wel dat je wel af en toe behoorlijk onder de indruk was van alles wat er om je heen gebeurde. Ja. Nou mag je kiezen tussen mij of Iels. Ja, is het moeilijk? Is het moeilijk de keuze? Of weet je het al? Ja, je weet het nog steeds niet. Nee. Iels is heel lief en die kan heel goed zingen, dus die kan me ook heel goed helpen. Ik heb wel een spijkerjack. Een spijkerjack. Wat heb jij gegeten, joh? Hetzelfde als jij. Rappen, je wil rappen. Ja, voor jou wil ik heel graag leren rappen. Dan ben ik. Nou, wat Ilse. Leuk. Nou, Ilse. Leuk dat je dat wil leren. Ja, ik kan helemaal niet rappen, joh. Je hebt toch wel een rap in je hoofd van ooit? Ja, met die. Ik weet niet meer hoe het ging. Nee. Ik heb de tekst nodig. Nou, laat maar. Nou, fantastische coaching kun je daar krijgen. Nou. Ja. Oh, ik hoor ja! Wat? Kies voor Anouk. Ilse, kom op! Ik vind het leuk! En dan draai ik om. Ja, dan denk ik, ja, fijn hoor. Waar kom je vandaan? Ik kom van Schoonhoven. Dat ligt Schoonhoven. Ja, onder Rotterdam. Ja, daar heb ik veel gespeeld vroeger. Was best wel actieve country scene ook wel daar in de buurt. Nou, een beetje. Ja, toch wel. Ja. Oh ja, weet je daar van alles van? Ja, weet je wel, ja. Ja? Ja. Doe ik een beetje die muziek en zo? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Oh, wat leuk. Oh ja. Ik vind het ook leuk. Nou, zeg het maar. Ik ga voor Ilse. Ja! Jou. Kijk, ik heb hier een heel gaaf, heel cool, te gek gaaf jack. Tada, ja, team gek. Ilse. Lekker. Alsjeblieft. En we zien elkaar gauw. Ja. Amy! Dat is wel mooi. Mooi. Yay! No, sorry, but it's too late now. About you. No, bad. No, no. Cut you off. I don't need your love. Dat je toch nog hebt gedrukt. Ja. Hè, verdorie zeg. Nora, je hebt twee fantastische, legendarische zangeressen. Het is gewoon altijd spannend als je moet kiezen tussen Ilse de Lange en Anouk. Hoe heet je van je achternaam? It doesn't matter. En Anouk, it doesn't matter. Oh. Als jij kiest